En hallo mensen, tof dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Rodney en ik ben hier vandaag in een nieuwe video van Kijk van de Clash, aflevering 3 maar liefst. En vandaag is er weer een Clash ingezonden voor de Easier One. En dat staat op een andere scherm, ik ga even voorlezen. Er staat van Kayendo de Gamer NL, shout out naar jou. Lekker bezig Rodney. Clash Easier One, Rapid Fire, Reflex, Stock en dan staat er... Dus ik ga hem even meenemen, hier. Dus Reflex die heb ik hier opgezet, leg ik zo even uit. Rapid Fire en Stock en als Perks staat eronder. Afterburner, Flag Jacket, dat zijn deze twee. Dan hebben we nog Tracker en Scavenger. Ik ben nog niet een hoog genoeg level, dus ik heb daar Fast Hands van gemaakt. En dan Tactical Mask. En waarom heb ik het er niet van gemaakt? Ja, zoals je ziet, ik heb er dus 10 punten en de als ik die erbij zou doen, zou het dus 11 punten hebben. Dat is in multiplayer niet zo gewaardeerd. Want als je even nagaat, Easier One is 1, Reflex is 2, Rapid Fire is 3, Stock is 4. En dan heb je hier nog 4, dus dan is het 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En dat werkt dus niet, dus dan is het heel simpel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dat kan niet, dus ik heb de Reflex eraf gehaald en aangezien ik nog een scavenger kan, heb ik Fast Hands gemaakt. In ieder geval, we gaan hier een potje weer spelen en dat wordt Team Deathmatch, dus ja, er stond ook geen specialist bij, die moet ik er even aanpassen. Dat wordt een scrap, dus mijn poppetje. In ieder geval, dat gaan we even doen, dan zie ik jullie zo in een potje, dus tot zo. Zo, en we zijn een potje gejoined met de Clash erbij. Het is een Infection Team Deathmatch 6 tegen 6 potje geworden. Niks aan te doen, ik vind het op zich, ik hoor al een nieuw wapen daar in de rug. Dit is het eerste potje van de dag, even bedenkend voor iedereen om mij heen die denkt, leuk. Wat speel je er slecht mee? Of weet je niet hoe je met een Clash moet spelen? Eerste potje van de dag. Ah, fuck. Ah, dat kan ik... Oh, shit. Onthoud, eerste potje van de dag. Don't blame on me, please. Oh, die kabel zit hier. Oh, nog niet helemaal goed. Mag niet uit. Ah. De domme. Advised, hostile UAV incoming. Ha, lelijk. Nee, fuck, 3 man. Ik moet herladen, jongens. Dat wordt hem niet. Ah, dat deel ging wel lekker. Hoe ik dan meteen eerst kan staan met mijn team. Dat weet ik dat weer ook net niet. Ik weet niet waar ze staan, maar... Haal het even. Doe je, hè? Gaan we niet doen. Gaan we mooi niet doen. Ha! Fuck! Oh, schrok ik me daar? Schrok ik me daar voor 3 uur? Poeh! Kaleer, ik schrok me echt dood. Dat is echt een tik van mij. Ik weet niet waar die guy staat, maar... Oeh. Close. Oh! Fuck. Nee, zo wordt het. Oh shit, 18-0, 19-0. Iemand hier gaat waarschijnlijk een nuclear droppen. Ja, dat vind ik op zich geen probleem. Alleen liever niet tegen mij. Uh-oh. Nu zie ik niks meer. Ah, fuck. Nooit dat. Uh-oh, die guy heeft mij al 5 keer gekillt. Dit wordt een snelle nuclear als hij dit haalt, jongens. Holy shit. Ik ben helemaal afgeleid door die nucleair dan door mijn eigen game. Fuck, what the fuck? Oké, die gaat die nucleair gewoon droppen hoor. Eerlijk. En dan is het nog een mooie ook. Alleen wel jammer dat het dan tegen mij moet. Maar ja. Dat is dan maar niet anders. Oh, ik heb zijn nucleair verneukt. Tenminste, dat denk ik. Heb ik serieus iemands nucleair verneukt? Iemand heeft het in ieder geval gedaan. Sorry man.
spijt me. Wacht, ik word sowieso, ja. Oké, dan ga ik. Ik heb hem gekilled en ik denk dat ik hem gekilled heb in ieder geval. Dus ik heb iemand volgens mij zijn nucleair benefd. Wow. Keischeef. Opletten. Ik zag hem niet meer. Oh. Waar is dat serieus gewoon geliefd? Hij dacht, fuck. Ah, oké, dat zou ik ook wel denken. Daar niet van. Dat is het ding. Dat is het punt niet. Ik loop dit vanaf hier. Ah, kom op. Oh, ik heb... Wacht even. Even 2 seconden, jongens. Zo, dat is allemaal een stuk soepeler. Foutje. Pauze. Ja, er zitten... We hebben 2 hondjes thuis, dus... Ja, weet je. Die moet ook gewoon naar buiten. Goed voor ze. Eén. Oh, nee. Niks gemist. Ah, oh, fuck. Oh. Be advised, hostile UAV incoming. Okay. Hostile guardian spotted. Waar is iedereen? Niet hier. Kom op, waar is iedereen, jongens? Fuck! Oh, kom op. Snel kutpotje. Oh. Maar, eerlijk, op zich een lekkere class. Op zich een lekkere class. Maar wel jammer hoor, dat diegene, ja. Ik persoonlijk heb er niet echt respect voor dat die guy dan... Oké, dan maak je dat, dan verneukt iemand je nuclear. Ik denk dat ik het was, sorry. Dat je dan ook meteen liefd. Oké, ik snap dat je boos bent, maar... Oké. Maar in ieder geval, ik hoop dat jullie deze video wel tof vonden. Ik vind de class erg geslaagd, dus... Kayano Gamer, de Kayano de Gamer NL, echt super bedankt voor de class. Ik weet niet of ik hem ga gebruiken, maar ik vind hem in ieder geval fijn om mee te spelen. Het is geen vervelende class, oké, je moet wel verder kunnen laden, maar nou, elke class zijn verbeterpuntjes natuurlijk. Dus in ieder geval hartstikke bedankt voor het kijken en ik, ja, laat even een like achter. Ik hoop dat we de 4 of 5 likes kunnen halen. Vorige aflevering, we hadden de 4 likes gehad. Super tof als we vandaag de 15 likes kunnen halen, zou dat super tof zijn, echt. De support is geweldig en iedereen, als het goed is, heeft nu iedereen wel vakantie, of bijna iedereen. Zo, als je nog geen vakantie hebt, echt, je bent heel dichtbij. Als je wel vakantie hebt, geniet ervan. Ik heb in ieder geval op dit moment wel de vakantie, dus ik geniet er lekker van. Dus iedereen hartstikke bedankt voor het kijken en zeg ik laters, dag. En ja, ik kan, weet je wat te doen? Kan ik zien of ik die guy gekild heb? Nee, dat kan ik niet zien. In ieder geval, iedereen bedankt voor het kijken en dan zeg ik laters, dag en doei. Ciao.